3, 2, 1. Kijk, de fietsstraat is geopend. Woensdagmiddag werd in Leiden de nieuwe fietsstraat geopend. Die is aangelegd langs de Haagweg. Tussen de Churchilllaan en de Wallingerbrug is de bestaande Ventweg geasfalteerd. De fietser heeft er nu ruim baan. Auto's, die zijn er te gast. De grootste verandering is dat we de Haagweg hier verkeersveilig hebben ingericht. Dit waren klinkers. Daar hebben we een fietsstraat van gemaakt. Met asfalt, zodat het voor de fietser meer comfortabel wordt om hier te fietsen. Maar het ook gewoon veiliger wordt, omdat het meer ingericht is voor de fiets. Fietsers niet zomaar meer de stoep hoeven te schieten. Automobilisten weten dat ze hier op de tweede plaats staan, dat de fietser voorgaat. En dat allemaal in samenwerking met de bewoners. Ja, want dat is het verschil met een fietspad. Een fietsstraat, daar mogen nog wel auto's. Precies, daar mogen auto's nog komen, maar ze weten, fiets heeft hier voorrang, wij zijn hier te gast. En de auto's die hier staan, dat zijn gewoon de bewoners? Ja. Die parkeren hier een auto, dat hebben we goed met hun afgestemd. En op zo'n manier, eigenlijk is het ook wel handig, de parkeerplaatsen zijn zo aangelegd dat fietsers ook niet meer de stoep opschieten. Dat was hier namelijk heel vaak een probleem. Als er dan bijvoorbeeld een busje stond, dan konden fietsers er niet meer omheen. Maar het is nu zo ingericht dat de straat is het domein van de fietser. Dan parkeervakken, zodat de auto netjes geparkeerd kan worden. En dan de stoep, zodat het ook een stuk leefbaarder wordt.